Zeker weten. We speelden eigenlijk, wat ik net zei, ik heb het net al gezegd. De eerste 20 minuten hadden we het even iets moeilijk. Ze komen, maar als je dat doorkomt en daarna beginnen wij gewoon wat beter te voetballen, wat meer rust en dan krijgen we ook onze kansjes. En, tweede helft, dan heb je wel het gevoel dat er nog iets meer in zit. Maar, misschien als we dat iets rustiger en iets kalmer uitspelen, dan kan je nog scoren ook. In Tilburg was het een gelijkspel dat voelde als een nederlaag. Is dit toch een gelijkspel dat voelt als een overwinning? Denk ik wel, ja. Helemaal omdat je nu met nog één wedstrijd te gaan alles in de eigen hand hebt. En, we hebben wel heel veel vertrouwen nu natuurlijk. Ja, ik wil nou niet een beetje de slijmbal gaan uithangen, maar ik vond jou wel heel erg goed vandaag. Het ging lekker, ja. Vooral de eerste helft ging heel goed. En de tweede helft was ik ook iets onrustig met mijn ballen. Maar ik ben tevreden, ja. Ja, iedereen is zelfs onrustig met zijn ballen. Ja. Is het extra kicken om zo'n topstaas te leveren in zo'n stadion als Old Trafford tegen een ploeg als Manchester United in de ambiance van de Champions League? Ja, nee, zeker weten. Zo'n sfeer, zo'n stadion, veld, supporters, historia, dat is. Maar dat is prachtig en ik denk dat wij er heel goed mee om zijn gegaan. Ja. Ik kan me de loting nog herinneren. Er werd gejuicht bij Manchester United, want uit de pot met te sterke tegenstanders was dat dan een mooi affiche. 4 punten. Daarom, het zegt niet zoveel en we hebben het gewoon fantastisch gedaan tegen ze.